Droogte zorgt voor onmacht bij akkerbouwer. Run op pompen voor muizenbestrijding. En Achterhoekse boeren onderzoeken grondgebondenheid. Je ziet gewoon aan het gewas dat het echt helemaal niets meer heeft. Het oosten van het land kampt met een flink neerslagtekort. Akkerbouwer Bert Sloetjes uit Halle is volop aan het beregenen en wacht met smart op hemelsvocht. Bij hem is het nog droger dan vorig jaar. Je komt ook bij gewassen, dan denk je, nou, het gaat nog een dag later, dan ligt alles plat. De voorraad en de bodemvocht is gewoon helemaal op. Gelukkig viel er afgelopen nacht een paar millimeter. Tot mijn grote vreugde. En daardoor fleurt het allemaal weer net iets beter. Dit perceel had of heeft echt wel te lijden van de droogte. We hebben een haspeldrok in staan. Toch zijn er nog flink wat millimeters nodig, want de opbrengsten zijn nog niet goed. Dit zijn een poradappel, dus ze hoeven natuurlijk niet allemaal van die hele grote jongens te worden. Ze moeten alleen nu water hebben, dat is de aankomende 3 weken, zeg maar, het is nu zo en ze moeten eigenlijk ongeveer zo worden, zeg maar. Ook in de haver is het droog. Dit is een perceeltje ouderwetse haver. Het is eigenlijk voor ons eigenlijk een proefobject. Om gewoon eens te kijken, kunnen wij hier haver telen. Maar die is echt compleet aan het verdrogen. Dus we kunnen geen haver telen hier? Nou ja, ik ga ervan uit dat dit nog steeds een excess is, dat het een extremiteit is. Dus ik wil er nog steeds niet aan dat we dit soort zomers dat een normaliteit wordt. Sloetjes beschikt in totaal over 400 hectare aan akkerbouw. Daarom is beregenen in alle percelen niet mogelijk. Deze droogte frustreert hem. Je wilt als akkerbouwer wil je graag het gewas zo goed mogelijk telen. Hè? En daar hoort bemesting bij, daar hoort grondbewerking bij, daar hoort gewasverzorging bij. En als het dan zo droog wordt, dan kun je helemaal niks meer. We kunnen kunstmestrooien, maar heeft geen nut meer, want het is geen water. We kunnen wel zeggen, we spuiten tegen ziektes, maar dat heeft ook geen nut, want het is aan het verdrogen. Dus je bent eigenlijk de totale controle kwijt om het gewas eigenlijk goed te verzorgen. Nou ja, en dan moet je het gewoon overlaten. En dan zie je dus sommige gewassen helemaal wegkwijnen, waarvan je gewoon weet van dat gaat hem helemaal niet meer worden. Nou ja, en dat frustreert eigenlijk wel, gewoon die onmacht. Steeds meer boeren in Zuidwest-Friesland schaffen pompen en worteldoeken aan om land onder water te zetten tegen muizen. Dat melden plaatselijke mechanisatie- en loonbedrijven. Op nieuwe pompen staat inmiddels een wachttijd van een half jaar en ook tweedehands zijn pompen uitverkocht. Verhuurders doen momenteel goede zaken. Vorige week dinsdag hielden LTO Noord en Wetterskip Friesland een demonstratie veldmuizenbestrijding bij Woutsend. Zij roepen boeren op om in actie te komen tegen de muis. Anders verwachten zij een grotere plaag dan in 2014-2015. De schade kwam toen uit op zo'n 50 miljoen euro. Kavelruil, een grondbank en kortere buurtcontracten. Dat is belangrijk om grondgebondenheid in de melkveehouderij te bevorderen. Dat denken melkveehouders uit de Achterhoek. De sector wil graag naar 65% eiwit van eigen land en 10 koeien per hectare huiskavel. Melkveehouder Martijn Regeling uit Toldijk is een van de boeren die afgelopen tijd onderzocht of dit haalbaar is. Je moet bedenken, zeg maar, ons bedrijf bijvoorbeeld ook, is toch vrij intensief. De mest wordt allemaal netjes afgezet, dus ook netjes geplaatst. Het voer wordt aangekocht. Uiteindelijk ben je eigenlijk al grondgebonden. Alleen, ja, het is de kunst om dat te borgen middels zo'n buurtcontract. En dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand, maar dat moet dan makkelijk lukken. Regeling zit nu op ongeveer 50% eiwit van eigen grond. De droogte speelt daarin een belangrijke rol. Hij zou nog wel stappen moeten zetten om de 65% te halen. Beregening en grasklaver zou bijvoorbeeld een optie zijn. Een andere optie is ook domweg minder kraftvoer gaan voeren. Alleen het gevolg is dat de melkproductie ook zal zakken van een pak een beetje 11.000 nu naar bijvoorbeeld 8.000 liter. En dat, dan wordt de melkplaats wel fors minder. Dan is de vraag of ik een voldoende verdienmodel overhoud, zeg maar. Deze week werden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. De conclusie is dat er best veel mogelijkheden zijn om ten aanzien van grondgebondenheid stappen te zetten. Je merkt ook in de discussie over 65% eiwit en de haalbaarheid daarvan. Hier hebben we met de presentatie gezien dat je enerzijds kunt gaan kijken van hoe kan ik de eiwitproductie verhogen op het bedrijf. Anderzijds kun je ook kijken van hoe kan ik de eiwitbehoefte, hoe kan ik die verlagen?
Nou, en dat kan soms via rantsoen of op andere wijze. Toch zijn er in de Achterhoek ook boeren die weerstand bieden. Ja, die zinnen nutten niet zo van in. En met name bijvoorbeeld de 65% eiwit van eigen land. Dat gaf ik net zelf ook al aan. Uiteindelijk wordt nu natuurlijk die mest ook netjes geplaatst. Het voer wordt netjes aangekocht. In feite, ja, wat is de toegevoegde waarde? En die zijn bang dat alleen maar kostprijs verhogend gaat werken. Dat het geen toevoeging geeft, ook niet naar de burger toe, naar het imago toe. Nou, en daarin hebben we vandaag dus een aantal voorbeelden gezien waarbij mogelijkheden zijn om in elk geval stappen te zetten. Meulenbroeks benadrukt dat grondgebondenheid ook niet verplicht is, maar ze willen net als bij weidegang wetgeving voorkomen. Wat wij beogen is een beweging op gang brengen. Daar gaat het om. Ja, en dat is voor de mensen, voor de melkveehouders die kleine stapjes moeten zetten, die hopen jullie dan over de brug te trekken. Precies. Het weer wordt u aangeboden door agrowereadvies.nl.